Er is een tijd van feesten, er is een tijd van fashion en fleekiness en everything. Maar er is ook een tijd van helpen en een tijd van nood. We zijn nu gestart omdat we zeg maar zagen dat de eenzaamheid bij ouderen echt een probleem was, want normaal krijgen ze een gesprekje of een bezoekje of iets, maar nu helemaal niet meer, omdat het voor hun eigen veiligheid niet mogelijk is. Proberen we dus toch een hart onder de riem te steken door ze een fruitmandje met een nummer daaraan gekoppeld, zodat ze gewoon kunnen bellen. Dat vind ik eigenlijk gewoon in deze tijd het logischste om te doen. Wat hebben we beter te doen met onze tijd dan als je gezond bent en dat je gewoon een beetje om je in je omgeving kan kijken naar wat iemand nodig heeft. Als ik zie dat het eenzaamheid is, dat dat het probleem is, wat is dan een kleine moeite om je nummer te geven aan een oud persoon om gewoon af en toe gewoon even te praten over het weer? Dan ga ik gewoon de normale dagelijkse dingen. Dus we gotta stick with each other, like being human again. Beroep ben ik make-up artist. Door de corona kan ik dat helaas niet meer uitoefenen. Waardoor dat we eigenlijk onze tijd hebben gestoken in het blij maken van oude mensen. Ik krijg zoveel love en support in de dingen die we eigenlijk doen voor anderen. Dat het voor mij heel makkelijk afgaat. Zonder moeite eigenlijk. Ik maak een filmpje in de ochtend. Waar ik altijd start met hello it's me again. Tell your friends to tell a friend. Daarbij roep ik op om mensen die me willen helpen met het inpakken. Niet te veel in verband met onze eigen veiligheid. Maar op dit moment word ik eigenlijk alleen ondersteund door mijn eigen volgers. We doen het wel echt met mijn hele netwerk. Er is een tijd van feesten, er is een tijd van fashion en fleekiness en everything. Maar er is ook een tijd van helpen en een tijd van nood in dit geval. En dat is echt een probleem. En ik hoop dus hiermee ook mensen wakker te schudden om mensen gewoon uit die eenzaamheid te helpen. Soms geven we zo'n fruitmandje en dan breken ze gewoon uit die tranen. Gewoon. En dan denk ik bij mezelf van ja, kijk, daar doe je het dan wel voor. Juist de mensen die het beter hebben in deze tijd, moeten mensen helpen die het minder hebben.